ex-vicepresident Jules Ayodhya is vandaag met staatseer gecremeerd. Diverse regeringsleden, waaronder de president en de vicepresident, maar ook gewezen president Ronald Venetiaan, hebben hem tijdens de uitvaartdienst in het KKF-gebouw een laatste eer bewezen. Als teken van rouw hangt de Surinaamse vlag tot zonsondergang halfstok bij staatsgebouwen en schepen aan de steigers. De rouwstoet van Ayodhya, een prominente VHP'er, reed vanmorgen vanuit dienstwoning naar het VHP-hoofdkwartier De Olifant. Niet alleen aan de gemeenschap heeft Ayodhya zijn diensten bewezen, maar hij was ook een echte familieman. Zo bleek uit de toespraken van enkele familieleden. Zijn kleinzoon, Neil Ayodhya, sprak zijn dank uit voor alle herinneringen samen en wijze lessen die hij geleerd heeft van zijn opa. Samen hebben wij duizenden herinneringen gemaakt. En ik ga vooral missen hoe wij altijd bij u en Ajit op bezoek kwamen. Ook nadat u was verhuisd om te gaan studeren. U was altijd zo trots op haar en mij. En uw lach met tranen op de dag dat zij vertrok, zal ik nooit vergeten. Ik hoop dat ik u ook zo trots kan maken. Toen we bij jullie thuis kwamen, had u speciaal voor mij altijd een fles orchade laten halen. Omdat u wist hoe lekker ik die vroeger vond. President Chandrika Prasad Santokhi erkent en waardeert het goede werk dat Ayodhya heeft geleverd binnen de Surinaamse politiek en voornamelijk namens de partij. Ex-president Ronald Venetiaan voegde hieraan toe dat zijn impact ook na zijn heengaan te merken zal zijn. Gedurende zijn regeerperiode praat Venetiaan van een man van daad. Ramdin Sarju, ex-vicepresident, noemde Ayodhya een mens van hoge normen en waarden. Hij wist met de vakbeweging altijd tot een goede overeenkomst te komen. Waarbij hij natuurlijk geen risico nam en ervoor zorgde dat hij tijdig schorsingen inlaste om met de president af te stemmen. En ervoor te zorgen dat als hij eenmaal gesproken had, dat hij dat nooit meer terug hoefde te nemen. Hij heeft ook bij het proces van verder democratiseren van de VHP en ook de verkiezing van mijn persoon als voorzitter in 2011 een ondersteunende rol vervuld. Wat wij nu moeten doen, denk ik, is een dankbaarheid betonen aan de man die gevolg heeft gegeven aan de normen zoals de Vedic Dharma stelt aan mens en een maatschappij. De crematie heeft plaatsgevonden te weg naar zee. Ayodhya is op 29 maart ingeslapen. Hij bereikte de leeftijd van 79 jaar.